een uitgangspunt van ons strafrecht. Een van de belangrijkste artikelen van ons strafrecht is natuurlijk artikel 1 strafrecht. Ja. Ja. Dat zegt, geen feit is strafbaar dan uit de kracht van een voorafgaande strafbepaling. Ja. Daarmee is nog niet gezegd hoe die strafbepalingen nou precies moeten luiden. Hè? Inderdaad. Dus je zou in een extreem voorbeeld zou je kunnen zeggen, nou goed, ik ben de wetgever en ik stel met in achtneming van artikel 1, want ik doe het vooraf, stel ik strafbaar, alle gedragingen die door opsporingsambtenaren, het Openbaar Ministerie en de rechter strafwaardig worden geacht. Ja. En dan laat ik het aan de praktijk over, maar te kijken wat strafbaar is. Ja. Dan zit je nog steeds binnen artikel 1, dat is juist. Ja. Alleen je bent iets vergeten. En dat is? Nou, omdat in het artikel... Kijk, in feite zegt het artikel 1 eigenlijk niks. Nee. Het zegt alleen maar, het moet in de wet staan. Dat staat niet in uw dis, maar hè, het staat in de wet. Dus het is inhoudsloos, strikt genomen. Hè? Je kunt ook zeggen, het aan je oor krabben is strafbaar. Hè? Wat wij nu in uw voorbeeld, wat de tegenwerping is in uw voorbeeld, is dat het dus ongespecificeerd is. Want, strafwaardig gedrag. Wie vindt dat dan? Ja, u zegt opsporingsambtenaren. Ja, dankjewel zeg. Ik ken ook een opsporingsambtenaar. Openbaar ministerie. Nou, de rechter zal sowieso een probleem hebben, want geen straf staat in de grondwet zonder een rechter. Mm-hmm. Dus, en die rechter moet een wet hebben, anders dan kan hij niet uit de voeten. Hè? Dus kortom, het moet gespecificeerd worden en het moet ook door de burger herkend worden. Dat noemen we rechtszekerheid. Je moet in de wet kunnen lezen wat strafbaar is. En als dat erin staat, weet je niks. Nee, dan ben je... En dan ben je in een soort dictatoriale staat, waarin wordt gezegd van wat de baas strafbaar vindt, dat moet strafbaar zijn. Ja. En dus er zit principieel heel veel aan vast. Ja. Het is vooraf natuurlijk heel moeilijk om exact te beschrijven wat nu strafbaar is vooraf. Want we kunnen heel moeilijk alle mogelijke gebeurtenissen die zich kunnen voordoen voorzien. Nee. Dus, dat is ook niet erg hoor. Dat is niet erg. Nee. Er zit dus altijd enige interpretatie bij strafbaar altijd. Feiten. Want strafbaar feiten moeten zo ruim omschreven zijn, de linksomschrijving moet ruim zijn. Ja. En kunt u een voorbeeld noemen van een zaak waar het in de praktijk nou bijvoorbeeld duidelijk speelt, zoiets? Het heeft nog wel eens gespeeld in zedenzaken. Mm-hmm. Omdat het hele probleem van zedenzaken was, of is nog steeds, dat wanneer vind je iets onzedelijk, hè, pornografie om een voorbeeld te geven. Niet dat het nou zo'n ontzettend belangrijk geheel is, maar dat is wel een... En dan zegt de wet, het moet de eerbaarheid kwetsen. Prachtig gevonden, hartstikke mooi, er zijn juristen voor om dit soort mooie woorden te vinden. Mm-hmm. Maar die rechter staat wel voor de vraag, wiens eerbaarheid? Hè? En van mij, of van u, of van de maatschappij anno 2006. Nou, dat zijn bepalingen die een beetje open zijn, zeggen wij. Hè? En daar is niks meer mis. Nee. Hè? Maar een voorbeeld even over dat dood door schuld. Daar staat in feite ook niks in. Want daar staat wel in de wet. U bent strafbaar wanneer u schuldig bent aan de dood van een ander. Meer niet. Wanneer dan? Dat kan op de weg zijn. Want het kan ook zijn omdat u een bloempot naar beneden laat vallen. Of omdat u... Noem maar wat. Snap je? Dus dat hele idee dat in de strafwet precies moet staan wat strafbaar is, moet je heel erg relativeren. Er zijn heel veel open... De liksomschrijvingen. En gedaan om wat u zegt. Toch te zorgen dat als iemand door het de gedrag van een ander strafbaar. De oorzaak is van de dood van de ander. Mm-hmm. Dat die rechter dan toch alle kanten uit kan. Op elke mogelijke manier. Op alle mogelijke manier.